Hallo mensen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal Tactical Gamer. En we gaan verder met de graafschap, zoals je kan zien. En staat op de eerste video staat een titel met FIFA 16 carrière mode. En dat ga ik veranderen. Ik ga FIFA 16 superboeren missie van maken. Ik vind dat een veel gepastere naam natuurlijk voor de graafschap. En we gaan gewoon verder, want we willen gewoon spelen. Ja, dus we gaan op een superboerenmissie. En toen ik trouwens die video aan bewerkt was, gisteren. Voor mij gisteren, ik weet niet of dit geüpload wordt de dag en na, maar voor mij gisteren. Zag ik in ieder geval, of vond ik het een beetje stil. Dus ik ga er nou muziek onder zetten. Zodat het ook wat, zodat het in ieder geval niet zo stil meer is, zeg maar. Dus vandaar ga ik gewoon even een muziekje erop zetten. Ik ga even kijken hier een tegenbod in. Niet zoveel oude hoeven over niks, ik moet gewoon over het spel praten. Dus ik ga de muziekje omzetten, ik ga de naam veranderen, ik ga er een super FIFA, dus een superboeren missie let's play van maken. En dat kan me drie jaar lang, dat lijkt me een beetje overdreven. Maar het kan heel lang doorgaan. Ik kan dus heel snel stoppen natuurlijk. Maar in ieder geval, we gaan gewoon verder. Juventus praat met Alaba, of met Bayern München over Alaba. Nee, een update van Nederland. Ja, dat hoef ik niet. Chelsea in de strijd van Jerome Boateng. Dat vind ik dan wel bijzonder. Dus de eerste transfer ding, weet je wel, dat gelijk alles in één keer weg is. Dan denk je niet dat hij het bedrag, dan moet je wegwezen. Objectief. Marcus Henry, ja, dat zijn er veel te duur, Rek. Moet ik dan nog maar? NEC slaat de laatste steken op de graafschap af. Ja, dat klopt, dat hebben ze goed. Transfer aanbieding, Mart de Jong. Toch? 230. Dat is een uitleiding voor een seizoen. Oh ja. Ja, dat mag hem van mij hebben, jongens. Viborg. Ja, ik moet even denken wat ik van de week nog of gisteren nog gedaan heb allemaal. Dus ik heb Ramslaag toch? Bartje Ramslaag, FC Utrecht. Man, Mark Boussoufa, jongens, wat kunnen jullie er allemaal mee? Bart Straalman, uitleiding voor één seizoen, pot accepteren. Ga jij maar naar Albel, jongens, even wat ervaring op doen. Gaan ze op zich zwaar seizoen tegemoet. Verwachte eindpositie 17. Nou, even niet, jongens. Dat gaat dan echt niet worden, jongens, we gaan gewoon boven de 15 eindigen, minimaal. Oh, is hier een persconferentie, wie is onze eerste tegenstander dan? Die testen. Ah, gelijk in Gelderse derby. Dan gaan we even die persconferentie natuurlijk doen. Zo. Cas Peters is gesteld verklaard. Dat is lekker. Gaan we zo eens naar kijken. Persconferentie. Gaan we even testen, gaan we nerveus maken. Ik kan spelen, coach. Dat is goed van je. Ik ga eens even kijken wat jij kan doen. Kastje Peters. Hij gaat nog niet helemaal spelen. Hij gaat gewoon lekker hier. Bam. In de wissel. Cabecele is wel eentje mogen volgens mij. Dat is wel netjes. Dat moeten we zien. En die spelers die gewoon snel groeien. Kunnen we dan een pakje meer geld verkopen. Ja, dat is lekker. Nee, het update van Schotland, België, Nederland, wat moet ik er nou mee? Goed weg. Nou, Vitesse, daar gaan we. Een uitwedstrijd, dus die gaan we waarschijnlijk verliezen. Maar we gaan er niet om te verliezen natuurlijk. Kom maar, pak jullie. Superboeren, hey. Hey! Oh, de graafschap. Come on, superboeren. En dan staan we 1-0 achter. Ik denk dat is niet zo goed, zeg maar. Nee. Dan verliezen we deze wedstrijd met 1-0. Ah, ja. Dus valt de schade dan nog mee, jongens. Maar ja, ik had toch liever dan die 0-0 gehad. Atletico Madrid wint de strijd om Marco Verratti.
49 miljoen, jongens, die bedragen waar ze mee strooien, niet normaal, hè. Mogen ze ook gewoon naar mijn bankrekening storten, dat is gewoon die spelers 10 euro waard zijn en dat de rest dan naar mij toegestort is. Ja, ik weet het wel, dat is niet. Ik heb een F in. Oh, we hebben nou Excelsior uit. We hebben nog steeds geen thuiswedstrijd gehad. Met Cas Peters kunnen spelen? Ik denk het wel, want ik ga pas die check op de bank. Kijk, we gaan spelen, we gaan Cas Peters spelen. Die patje check. We verloren zo. Wedstrijd simuleren. Nou, daar gaan we. Het moet toch kunnen hoor, tegen de Excelsior uit. Dit moet kunnen. Come on, superboeren, come on, superboeren. Kasje Peters, 0-1, ja ja, come on. Ik ga hem wel doen, dat is heel kort. Kabasele, 0-2, dan is het gedaan, dan is het over en uit. Dan is het gedaan en dan hebben we de eerste 3 punten binnen. Dan scoort van Mieter nog 1-2. Ik scoorde Kabasele dan even snel door de 0-2, anders had ik het wel weer geweten. En dan staan we op een decent 10e plaats. En daar hou ik toch wel van, hè. 10e plekje, met de graafschap. Dan speelt het dus helemaal op. Dat is de situatie, ah, speelt het fijn, want het is wel thuis uitzetten, hoor, maar... We gaan gewoon een fijn woord in de week maken. Ik weet niet, ik hou ervan om mensen nerveus te maken, dan. Op zo'n manier. Het is wel lekker gemotiveerd de spelers van je eigen team, zeg maar. Ik weet niet wat het is. Update van Nederland, houd nou eens op man met die update. Wedstrijd simuleren, nou daar gaan we. Ze hebben al een keer verloren van Groningen in de allereerste wedstrijd van het seizoen. Nou gaan wij ze pakken met de graafschap. Come on, superboeren. 1-0 achter de kuit. Ja, dat is niet lekker, zeg maar. Nee. En kuit scoort de 0-2. Maar ik denk dat dit een verloren wedstrijd is. Je moet natuurlijk nooit zo gaan denken, maar... FIFA kennende. Maakt het niet uit of je uit of thuis speelt. 4-0-3. Ja, scoort Proppen toch nog even de 1-3. Dat is leuk voor Proppen. Proppen, hoe spreek je dat uit? Proppen. Zo spreek je dat, hè? Proppen. Maar ja, gaan we naar het nieuws kijken. Southampton hoort leuk van mij, dat is een slecht begin van elke afgekomen. Gaan we, ja, dat is een man in vorm. Ja, ja. Feyenoord is mentaal zwak en niet de belangrijkste wedstrijd te winnen. Ah ja. Is er al iemand weer omhoog gegaan? Ah, hier is een selectie te zwak. Die hier is net zo'n volgende selectie. Oké. Okay. Robin Pupper is dan wel omhoog gegaan. Contract verlopen over 10 maanden. Dat is bij fucking zon. What the fuck? De CWS is omhoog gegaan. Ja, Fauma is ook omhoog. Dan gaat hier de Kwekel gaan weer omlaag, maar die is best wel oud. Bonbenting. Martino. Straalman, die zijn allemaal uitgeleend. Selectie. Ja, stel netjes. Ja, we hebben wel een paar mensen die omhoog zijn gegaan. Thijs Bauma. Zoals je stemt in verdedigen. Als die ze door blijft gaan, dan kunnen we nog wel het leukste aan de uitkomen komen. We gaan nou een wedstrijd tegen Rode JC spelen. Ik hoop dat het thuiswedstrijd is. Want dan zouden we best wel een uitwedstrijd. Zouden we ook best wel kunnen winnen, want Rode is natuurlijk ook gewoon een weer club. Het is niet de beste club. Maar ze zijn wel aardig in vorm. Met winnen ze tegen Heracles, winnen ze met 1-0 van Groningen. Alleen met 0-2 verliezen van AZ. Nou, we gaan kijken wat we ervan kunnen maken. Graafschap, come on. 1-0 van Duinen, dat is toch minder. Dat is toch minder. Come on, superboeren, come on, superboeren. Graafschap, oh, graafschap. Oh. Ja, ja, laat maar gaan besteden. Leuk, ah joh, schot Inserman nog op 87. Ah, ik moet zeggen dat mijn club van mijn team wel goed heeft gepresteerd allemaal. Ik dacht nog bijna een gelijk spelletje eruit gezet.
De carousel, die is lekker op weg volgens mij. Nou. En hier twee updates. Ik ga nou eens even lekker die updates op de fiets ofzo, jongen. Oh, godverdomme zeg. Steek die updates in je reet. Op Utrecht heen nog wat, toch? Ik ga wel even kijken. Den Donker. Den Donker. Dan 5 uur uitgeven voor 1 speler. Stomme. Kun je zien dat ik de keus niet ben. Ik wil alleen maar slim aan het lopen natuurlijk. Hoeveel geld hebben wij nou eigenlijk ook? Oh, dat wil ik wel zien. Even zoeken. Gewoon kijken wat wij spelen. En of dat leuk uit het. When I'm winning, left me to drown, now I'm swimming. I do it cause I love this shit. Fuck the money and the women and the whips with the rims still spinning. I've been there since the beginning. All these girls screaming logic, but I wanna hear my real name. Come from the lips of a beautiful woman, that's real man. I act like I'm Superman, but I could feel pain. I should have gone crazy, and yet I'm still sane. Love it when they sing to us. Doe me maar in bakken. Dat is niet echt leuk bij, hè? Kom maar. Pik-nik. Deze ziet de beste keer uit, maar ook de 30 jaar uit. Kom maar, wat is het Chinees? Oh, deze ziet ook wel leuk uit. Ik heb ook die mannes. Nou, dat is van 15 miljoen. Juka Rijtvallen. Maar heb hij nog een voetbal? Hij heeft in Nederland voetbal voor mij, toch? Rijtvallen. De hele Veen, dacht ik. Ik dacht gewoon, weet niet wat we hier zijn. Dus hier, Ramos. Rufjesko. Jumre Salah. Dat ziet er best oké uit. Zeg. Nou, dan moet ik weer. En dan heel veel Puman, Kwaslaas, Kwaslaas. Het is allemaal niet zo heel slim. Misschien zelfs nog wat te koop. Deze ziet er best oké uit, toch? Juicy. Nou, dat is goed. Laten we er wel wat van. 1,5 miljoen. Oh, nee. Zeker niet. En dan 50.000. Dat moet ik hebben. Misschien nog een leuk keepertje ofzo. Keepertje. Screen. Fuck you. Waarom zijn allemaal zo slecht? Helowski. Helowski. Chunga. Chunga. Al-Wakit. Daar ga ik zeker niet kopen. Ja, dat waren ze wel een beetje. Misschien gaan we bovenaan. Had ik natuurlijk niet gekeken. Kevin Brown. Deze man, Sagallah. Nee. Dat wordt ze niet. Nee. Nou, jongens, ik ga deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat jullie het weer leuk hebben gevonden. En dan vraag ik jullie om een like achter te laten en te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan spreek ik jullie de volgende keer weer. Hey, ciao.